Petra Koning is genomineerd voor de Helden van Seksueel Misbruik. Dat is een speciale award. Een prijs die wordt uitgereikt aan mensen die zich op een positieve manier inzetten tegen seksueel misbruik. Petra werd namelijk zelf seksueel misbruikt door een tantra-masseur. Maar omdat deze zaak onder de rechter is, hebben we vanmiddag even besproken met elkaar, gaan we daar vanavond niet inhoudelijk over praten. Desalniettemin is het een zeer belangrijk onderwerp om aan te snijden. Petra, goedenavond. Hi Martijn, goedenavond. Ja, de Helden Award. Kun je eens vertellen door wie en waarom deze in het leven is geroepen? Ja, nou, die awards die worden georganiseerd door twee vrouwen, Yvonne Mills en Agnes van der Graaf. En die zijn zelf heel erg betrokken bij seksueel misbruik. En kijk, het afgelopen jaar is natuurlijk met de MeToo-affaire seksueel misbruik vooral op een hele negatieve manier in het nieuws geweest. En zij wilden het nu op een meer positieve manier belichten. He, dat het feit dat mensen ook kunnen helen van seksueel misbruik, he, min of meer althans. En dat er mensen zijn die zich op een positieve manier ook inzetten tegen seksueel misbruik. En ze hebben een website gecreëerd en daar staan ook de verhalen op van alle genomineerden. En als je dan leest wat ze allemaal hebben meegemaakt en wat ze in positieve zin hebben gedaan. Ja, ik vind het zelf heel, heel inspirerend en dat is eigenlijk ook een beetje de bedoeling van alles. Ja, want hoeveel genomineerden zijn er in totaal? Zijn dat allemaal slachtoffers of zijn het ook instellingen bijvoorbeeld? Nee, het zijn niet allemaal slachtoffers. Het zijn allemaal personen. Er zijn in totaal 36 genomineerden die dan weer over een aantal categorieën zijn verdeeld. En deels zijn het inderdaad slachtoffers die dan of al geheeld zijn of op de goede weg zitten. En ook een paar mannen trouwens. Het is niet alleen maar vrouwen. Nee. Maar daarnaast zijn er ook mensen genomineerd die, ja, die op de een of andere manier slachtoffers heel goed hebben geholpen. Bijvoorbeeld als partner of dat als therapeut, zowel binnen als buiten de GGZ. Dus het is vrij divers eigenlijk. En waarom ben jij, Petra, genomineerd? Nou ja, ik ben genomineerd in de categorie goed bezig. Dus ja, ja. Iemand vond blijkbaar dat ik goed bezig ben. En ja, kijk, sinds mijn seksueel misbruik dan zet ik me er ook echt voor in om het meer bekendheid te geven en ja, om nog meer slachtoffers te voorkomen. En ik heb bijvoorbeeld eind vorig jaar mijn verhaal bij de NOS gedaan. En dat was meteen ook het begin van een hoop meldingen en meer aangiftes tegen tantra-masseurs. Dus ja, daar ben ik zelf heel erg blij mee natuurlijk. Ja, het balletje is gaan rollen. Ja, nee, zeker. Ja, ik kan me voorstellen, je bent dan genomineerd door iemand. Wat dacht je toen je hoorde dat je kans maakte op een award? Want ik zei het al in het begin, hè, seksueel misbruik en dan ook nog een award en iets positiefs. Daar moeten mensen eerst even over nadenken. Je hebt dat al heel erg goed verwoord. Maar het kan natuurlijk ook voor jou, kan het ook weer een hoop negatieve dingen naar boven halen. Ja, dat kan inderdaad. Ik denk dat ik me vooral vereerd voelde toen het mij werd gevraagd. Ik had al wel gehoord dat die awards er waren. Maar ja, kijk, je verwacht natuurlijk niet dat je zelf wordt genomineerd. Dus ja, ik voelde me vooral heel vereerd. Ja, zeker. Ja. In de categorie goed bezig. Ik vind dat direct al wel heel lief en positief klinken. Dat kan alleen maar goed uitpakken. Ja, nee, inderdaad. Dus ja, nou ja, ik hoop dat er wat uitkomt. Het is in ieder geval een hoop publiciteit om seksueel misbruik wat meer op een positieve manier in de aandacht te brengen. Ja, je zei het al, Petra, dat is natuurlijk helemaal gebeurd na die enorme, ik noem het maar even, MeToo-explosie. Dat meer vrouwen en uiteraard ook mannen durven te praten over seksueel misbruik. Heb je het idee dat nog steeds aan de gang is? Heb je het idee dat er nog steeds meer mensen naar buiten treden nog steeds? Ik denk het wel. Ja, er is natuurlijk al heel veel over te doen. En je hoort in alle takken van sport en media en therapeuten en Jehova's getuigen. Je hoort van alles. En ja, ik denk zelf, als je gewoon hoort dat anderen zo naar voren durven komen, dat ja, het sterkt jezelf ook, hè, om hetzelfde te doen. En in mijn beleving is dat slachtoffers zich heel vaak alleen voelen. En zolang je denkt dat je alleen bent, ja, dan is het heel moeilijk om eruit te komen. Dus ik denk zeker dat dit gewoon een hartstikke goede beweging is die nog steeds in volle gang bezig is. Dus ja, hartstikke goed alleen maar.
Ik moet er dan wel helaas aan verbinden, maar je staat helaas niet alleen. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel slachtoffers in deze. Dus dat kunnen we direct wegstrepen. Je staat niet alleen. Het blijft wel natuurlijk, Petra, ontzettend moeilijk. En een hele stap om erover te praten. Toch is het in mijn optiek de enige stap in de goede richting door erover te gaan praten. Maar waar kunnen slachtoffers, als ze op dit moment luisteren en bijvoorbeeld te maken hebben met seksueel geweld, met seksueel misbruik of in het verleden daar mee te maken hebben gehad, waar kunnen ze zich nou melden? Moet je dan meteen naar de politie gaan? Of moet je eerst een vertrouwenspersoon opzoeken? Wat is volgens jou, iedereen moet het natuurlijk op zijn eigen manier doen, maar nou een beetje de juiste routing? Ja, nou, kijk, de politie is natuurlijk altijd goed. Hè? Aangifte, dat geeft jezelf ook wel een stukje erkenning van, hè, een stukje voldoening van, hé, er is mij iets overkomen. In principe, er zijn natuurlijk meerdere instanties waar mensen terecht kunnen. Je hebt het Centrum Seksueel Geweld. Dat is wel meestal als het misbruik vrij recentelijk is geweest. Maar wat ik zelf een vrij laagdrempelige manier vind, is slachtofferhulp. Die kan je bellen. Ze hebben een hele uitgebreide website waarop echt alles staat wat je maar wilt weten. Ook als je aangifte wil doen trouwens. Maar ik denk dat sowieso het allerbelangrijkste is inderdaad erover praten met een vertrouwenspersoon, iemand uit je omgeving. Dat is eigenlijk vaak al moeilijk genoeg voor mensen. Omdat veel slachtoffers beseffen soms niet eens dat er misbruik is geweest. Hè. Die voelen zich schuldig, ze schamen zich of wat dan ook. Dus daar zit best een hele drempel tussen. En daar is gewoon een heel bewustwordingsproces voor nodig. Dus, maar ja, hopelijk als ze toch iemand vinden met wie ze kunnen praten, dat dan het balletje gaat rollen. En hopelijk dat ze dan wel een goede hulpverlener kunnen vinden. En, want ja, seksueel misbruik is natuurlijk niet iets wat je zomaar eventjes oplost. Nee, het is ook wel goed dat je aanstipt, Petra, dat het ook niet alleen maar allemaal lijfelijk en fysiek hoeft te zijn, maar dat ook al bijvoorbeeld een stelselmatige opmerking van een baas of een leidinggevende of een collega over je billen, over je borst, over je broek, dat kan ook al heel vervelend worden ervaren. Ook daarmee mag je echt wel naar voren stappen. Zeker, want het is niet alleen fysiek geweld, het is juist ook het geestelijk geweld. Hè? Mensen kunnen spelen met je geestelijke gezondheid. Ja. En dat kan minstens even lang effect op je hebben, negatief effect op je hebben, als fysiek geweld. Dus zeker hoor, dat is zeker heel belangrijk. Wanneer en waar worden deze awards uitgereikt? Nou, er is een speciaal Helden Awards gala, heel officieel, het schijnt heel feestelijk te worden. En die uitreiking is op 11 oktober, 2:30. En dat is in Duiven, in Gelderland is dat. Dus niet echt naast de deur, maar het schijnt een heel event te worden. Ja, dat is natuurlijk allemaal liefdewerk, dus het is een goed doel. Van 16 juli tot en met 13 augustus vindt er daarom ook een zogenoemde sponsorwandeling plaats, waarmee de organisatie van het gala eigenlijk alles een beetje wil bekostigen. Hoe kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? Nou, er is een website waar alle informatie op staat. Dat is www.hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl. Hele mond vol, hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl. En onder het kopje Helden Awards Gala, daar staat eigenlijk alle informatie die allemaal nodig is over alle sponsoring enzovoort. Je hebt daar de Heldengalerij. En daar staan ook de verhalen dan van alle genomineerden. En mensen kunnen daar nog op stemmen. Hè, op hun favoriete verhaal of persoon of wat dan ook. Dat kan nog tot 16 juli. En vanaf 16 juli gaan Yvonne en Agnes, die gaan dan inderdaad zo'n hele lange sponsorwandeling maken. Dus ze noemen het zelf een rondje om de Veluwe. En op de website staat precies per dag gespecificeerd welke route ze dan op die dag nemen, beginpunt, eindpunt enzovoort. En mensen kunnen dan ervoor kiezen om dan een ochtend of een middag of beide mee te lopen. Zo'n wandeling per deel is dan maximaal 5 kilometer. En
Als ze zich hierbij laten sponsoren door een plaatselijke, weet ik het wie, is dat nog beter. Maar dat hoeft in principe niet hoor. Maar als ze mee willen lopen, dan kunnen ze zich gewoon via de website opgeven, even een mailtje sturen en dan komt het altijd goed. En ze zijn natuurlijk van harte welkom. Het is voor een goed doel, want wat je zegt, het is belangeloos. Het zijn vrijwilligers die het organiseren. En dus het geld moet wel gewonnen worden ergens. Dus ze proberen dat onder andere op deze manier te doen. Ja, een sponsorwandeling is ook nog een keertje goed voor lichaam en ook voor geest natuurlijk. Het is, denksport. En er zal ongetwijfeld een hoop worden gepraat over seksueel misbruik. Maar het zal ongetwijfeld ook wat luchtiger worden. Hè, want het, nogmaals, het wordt een beetje op een positieve manier willen ze het belichten en het niet allemaal zo zwaar en beladen maken. Want dat het mag ook wel eens iets positiever worden belicht. Zeker. Maar begreep ik nou, Petra, in de categorie goed bezig dat we ook nog op jou kunnen stemmen dan? Ja, dat kan inderdaad. Nou, dan willen we natuurlijk de luisteraars wel even oproepen. Dan mag je nog één keer Petra Koning, dames en heren, daar kunnen ze op stemmen. Dan mag je nog één keer de website noemen waar we dan even die vote kunnen uitbrengen. Ja, dat is www.hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl. En onder het kopje van Helden Awards Gala staat daar dan de Helden Galerij. Daar staan alle 6 genomineerden. En ik sta er inderdaad ook tussen in de categorie goed bezig. Petra Koning, ontzettend bedankt voor je deelname aan dit radioprogramma. Graag gedaan, Martijn. Jij ook bedankt. Mensen uit de stad, mensen uit het vak. Dit is Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.